Minister Vijay Chotkan van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft onlangs het startsein gegeven voor het rehabiliteren van de Suralco-weg. Deze weg ligt in het district Para. De minister wil werken aan een permanente oplossing voor het steeds terugkerend probleem van deze weg. Een passie is bij de een passie of nou een passie, bij de meeste barricade vinden plaats. En we willen bedanken namens de regering dat, ondanks dat passie, een slechte situatie van passie, dangra u, dat je hoort patiëntie, maar je zorgt ook toe dat je nog wel eens hebt. Geduld is iets dat kan opraken, maar dat je hoort mijn kinderen aan u. Je legt aan volk, maar ook toe aan regering uit dat je redist aan nood toe sa met vier. En mijn breed tak ude udoro tide kan de udoro op chin lati, maar udoro tak u kan set a pasigi. Wat we set pasi anogi wamang, anogi tumang, maar nagi alamansa en met gebruik van pasi disi. Dus daarvoor met eigen grantangi, met bedank u namens aan regering tak u hoor patiëntie zo langa, want misap tak manten juru, 6 juru, 5 juru manten evi moto. Kota papasif gua roko, of the 10 kota papasif gua skoro, da alengkong, pasi caolo, a pasi dunguru, sneki deta pasi, of a kandeta pasi, da no shuiti. De demante is het jasa ba apara vanaf mei 2016. En ik weet, in die tijd, het was geen makkelijke tijd. Op die economisch probleem bij de. En natuurlijk, je neemt over en dan moet je nu gaan kijken dat van je lafeer naar de problemen zijn de para. En een van de grootste problemen die wij hier hebben gehad, naar infrastructuur. Deze mi passie in de boom, deze mi barricadera passie, deze dat, deze dat. Ik wil al die mensen bedanken. Die geduld hebben gehad. Dus maar bij een patiëntie naar mij, naar de rest van de regering. Voor wacht die te een moment door. En dat is jullie volste recht. De regering heeft de verplichting voor zorgen dat de infrastructuur voor een bepaalde area van het district moest up-to-date. En het is zover. Gaandeweg de rit, ik zeg maar vanaf het begin van dit jaar, is de regering bezig geweest, samen met de bestuursdienst, samen met de politieke coördinatoren, samen met de ministers, samen met Mijn Transport, zijn we bezig geweest in heel district Para. De infrastructuur, zowel de natte als de droge infrastructuur is aangepakt. We beginnen aan Mata. We beginnen aan Wit Santi. We beginnen aan Hollandse Kamp. Waar zijn we begonnen? Para Oost. Matte Infra. Berlijn. Plantage Liptutu. Noem maar op. Diverse wegen zijn aangepakt in het district. En vandaag is het zover. Op dit moment, zoals ik het heb begrepen, zijn er 500 tot 1000 mensen hier woonachtig in deze weg. En dat wil zeggen dat ze het recht hebben dat een passie moest mekken. Deze is corruptie om op zijn passie. Vandaag de dag, alles vanwege, doordat een passie nog bij boem, biggie bus bij fassie, vandaag de dag en de komende dagen, ik denk binnen 3 of 4 weken, een passie ook op power up. Een passie ook op power up en ik ben heel blij. Het is een hele ondersteuning. Vice versa, gezamenlijk, tussen de bevolking, tussen de regering, tussen het lokaal bestuur, tussen de politieke structuren. Het is geweldig wat er vandaag hier zal gebeuren, dat Apasi Suralco weg in Mekki. En ik wil ervoor pleiten, like burgervader, dat ik ben ook al bij meneer Oosterling geweest, dat Aman Sorutak, wat er aan komt. En afvaja moest komen, dus de nutvoorzieningen, omdat er ook mensen hier wonen. U hebt er recht op. De regering werkt eraan. Sommige dingen kan de DC niet alleen doen. We moeten het gezamenlijk doen met
met die centrale overheid en we zijn er bezig mee. Ik ben blij dat Tide inderdaad een passie en Mickey, ik wil jullie allemaal van harte feliciteren. Als ik in de zaal kijk, dan zie ik de eerste generatie bewoners of enkelen van hun nog hier aanwezig. We zien heel veel nieuwe gezichten. Mensen die de laatste 10, 15, 20 jaren zich hier zijn komen vestigen. En de geschiedenis van deze weg niet kennen. Maar deze, minister, deze weg is de meest gebarricadeerde weg in het district Para. De meest gebarricadeerde weg. Ik heb zelf hier helpen barricaderen als resortsraadslid. Kijk terug in de tijd. Maar dat was toen de zandafgravers bezig waren. Die zijn nog steeds bezig. Maar we moeten gaan naar een andere ontwikkeling in dit gebied. Het is bewoonder geworden. Kinderrijk gebied geworden. Ondernemingen die zijn er in het gebied. En willen zich ook komen vestigen. En bovenal, deze weg is een belangrijke verbindingsweg met Wanica naar Paramaribo. Dus daarom is deze weg zo belangrijk. En in principe zijn wij heel erg tevreden dat nu op een zeer deskundige wijze deze weg zal worden gerehabiliteerd. Maar ik kan u zeggen, wij zullen niet met minder genoegen nemen dan met een zwarte asfaltlaag in de komende periode. De Suralco-weg moet geasfalteerd worden. En daarom zijn we hier vandaag, maar alle wegen hebben een aanpak. We zijn in Para-Oost bezig, Kokosdam, Polanendam. We zijn in Para-Zuid bezig. Laatst in de Dalbergweg, in de Hooiweg. We hebben Pikins, Matta gehad. En ook andere wegen. We zijn ook in Noord bezig op verschillende gebieden. En nu zijn we hier aan de Suralco-weg. Koe ondersteunen op Pisarokodisi. En we kijken uit naar een goed onderhoud van deze weg. Dus ik hoop dat het ministerie dus toch wel een goed onderhoudsplan heeft. Taurok ook ba, de Apasi moet staan onderhoud, alleen om te voorkomen dat Apasi brokken snel. En natuurlijk is er een beroep gedaan door het bedrijf dat hier gaat werken. En want dat is een van de belangrijke zorgpunten waarmee we zitten, is dat wij wel elke dag zwaar transport hebben over deze weg. Gedurende de loop van de uitvoering van de werkzaamheden, zal er dus een clash plaatsvinden. Dus ik vraag aandacht hiervoor, de districtscommissaris, dat we dus gaan kijken op welke wijze wij dus de werkzaamheden kunnen stopzetten voor een bepaalde tijd. Of hoe we het zodanig kunnen doen dat de aannemer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geen stagnatie ondervindt. Dus dat we goed daarnaar kijken. En tegelijkertijd moeten we ook, want ik heb het gezien de afgelopen dagen, er is gewerkt op deze weg. En geloof me, het was een racebaan. Met behoorlijke stofontwikkeling, het was een racebaan. En dan ook Tjewagi naar Biggie terug bij race, dat was passie. Dus ik vraag dus ook aandacht hiervoor, dat we toch hierop gaan letten. Het is een kinderrijk gebied, er wonen veel mensen hier. Dus we moeten ook de veiligheid van de omgeving, van degene die de omwoners, dus goed in acht nemen. Denk sa unu lek libi suma e chakong giyu lek libi suma. En mi takwa sa net tegen bas mine. En ama take falek bung ama tak anu eng na wi. Na wi e chara ontwikkeling kong gi usrefi. Dan natuurlijk you stem you put wan regering fu mek aroko gomoro fara. En mijn zorg hoeft niet te doen in politiek. Want na, we doen een start zijn rehabilitatie voor Suralco weg. Maar aboen, want je vier, je zie, je merk, je test aan ontwikkeling ook toe. Tak
Abung, Fushi, Sotse ontwikkeling in Kong en Sumayachara ontwikkeling in Kong. Dat ook te belangrijk. Wa mino den tak us don jati de, wa mooi Frida bakana. Dat tewe luku gwa bakasi, dat we shitak a ontwikkeling bestagneer. En dat tewe luku gwa ifesi, dat no den tak iwang, tak a ontwikkeling sa kong, en augomoro fara, wat ook to parana onderdeel fa kondre, ook to ipara moro ontwikkeling muskong, ook to ipara, en mi begrepa opdracht sa meneer Panka, en meneer Kensenhuis Giunu. Omdat de man begreep dat jere wapis ontwikkeling kongba en stagnatie no moest de aan on tan vastdrapen om gomoro fara. If this na trailer, dat film moest begin draai dadelijk ook toe aan a julet volk. Wat je ook toe aprecht tap a blakke asfalt. Aan om stopdrapen per hoofdweg de. En ama take mooi, eigenlijk ama poten vierkant, no an wint in epsader doorheen. Ano charme chara opdracht goeien wang, ma wo roko tapa pistori dati. Wan samsa no lop dumi, no lop pramisi. Me roko. Wan daarvoor de ma abigima pot mi, roko.